van oud naar nieuw. We zijn de drempel overgegaan van het oude jaar naar het nieuwe jaar. En we wensen elkaar in Gods naam van harte heil en zegen. We ontsteken het licht ook in de eerste viering van dit nieuwe jaar aan dat grote licht dat staat voor Gods liefde. Want zonder dat licht, of enkel op eigen kracht, kunnen wij de weg niet vinden. En we hebben zojuist het interkerkelijk licht aan dat licht ontstoken. 5 kaarsen die staan voor de oecumene van 5 Terschellinger kerken te midden van de hele eilandengemeenschap. Want zonder elkaar kunnen wij niet leven en geen kerk zijn. We hebben elkaar nodig op weg naar de toekomst. Licht om de weg te wijzen. Een ster aan de hemel. Licht spreekt de taal van Gods gezicht sinds het begin. Licht luidt voor ons de morgen in. Een nieuwe dag, geboortegrond, land in zicht. En leven voluit leven, licht uit licht. De kring is nu rond. De kribbe, de wieg is gevonden. Doel en oorsprong van onze weg, een herderlijke weg was het. Een weg van horen zeggen. Een weg vol vertrouwen, omringd door mensen. Vinden we God in een kind, zijn evenbeeld. Daarom zeggen en bidden wij, hart van de hemel, hart van de aarde, wil elkaar raken, opdat wij mensen niet zo verloren staan. Als eilandenpredikanten mogen Ernst Somers en ikzelf, Mathilde de Graaf, u voorgaan. Dick de Graaf doet dat muzikaal. Sven Volkers zal de schrift lezen en luidt deze eerste dienst in het nieuwe jaar in. Welkom allemaal in deze viering. Rondom het licht van Christus zijn we hier samen. Samen verwachten wij de eeuwige. Want in de ruimte van de eeuwige leven wij, bewegen wij, bestaan wij. Wij wensen elkaar vrede. Goede God, in de ruimte van de kerk, in de ruimte van het nieuwe jaar zoeken we naar vrede en naar licht. We stellen ons open voor u. En we maken ook ruimte voor elkaar. U eren wij met hart en ziel. Voor deze ruimte danken wij u. Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Toen Jezus te Bethlehem in Juda geboren was, ten tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem wijzen uit het oosten en vroegen: waar is de pasgeboren koning der Joden? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem hulde te brengen. Toen koning Herodes dit hoorde, werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun de vraag voor waar de Christus geboren moest zijn. Ze antwoordden hem: te Bethlehem in Juda. Zo immers staat er geschreven bij de profeet: en gij, Bethlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda, want uit u
zal een leidsman tevoorschijn treden, die herder zal zijn over mijn volk Israël. Toen ontbood Herodes in het geheim de wijzen. En hij vroeg hun nauwkeurig naar de tijd waarop de ster hun verschenen was. Daarop zond hij hen naar Bethlehem met de opdracht: gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar het kind. En wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan, opdat ook ik het hulde kan brengen. Na de koning aanhoord te hebben, vertrokken zij. En zie, de ster die zij in het oosten hadden gezien, ging voor hen uit, totdat ze boven de plaats waar het kind zich bevond stil bleef staan. Op het zien van de ster werden zij vervuld met overgrote vreugde. Ze gingen het huis binnen, zagen er het kind met zijn moeder Maria. En op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde. Ze haalden hun schatten tevoorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre. En in een droom van Gods wegen gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land. Ja, ze brengen kostbare geschenken met zich mee, de wijzen over wie Sven heeft voorgelezen. Je komt ze tegen op de kerstkaarten die we aan elkaar sturen. En telkens, ook hier in de kerk, bij de stal, zijn het drie mannen. Dat zijn de wijzen. En bijna altijd is hun rijdier een kameel. Kijk, daar komen ze al aan. Maar Matthäus noemt helemaal geen aantal. Er wordt wel gesproken over drie geschenken die ze bij zich hebben: goud, wierook, mirre. Hebben ze meegenomen voor de kort geleden geboren koning die ze willen eren. Misschien komt het hierdoor dat de naam van hun feest, drie koningen, in die naam het getal drie voorkomt. Maar Matthäus, de schrijver, heeft niet aan drie magiërs gedacht. In het evangelie zijn het een onbepaald aantal wijzen die een ster hebben gezien. En omdat ze uit het oosten komen, zijn het naar alle waarschijnlijkheid Zoroastriërs die over de handelsroute vanuit het oosten naar Jeruzalem komen reizen. Zoroastriërs worden ze genoemd, die over die handelsroute reizen naar de godsdienst die in Perzië in die tijd algemeen werd gehuldigd. Maar let op, Matthäus heeft zelfs niet alleen maar aan mannen gedacht. Met de handelskaravanen die vanuit Perzië naar het westen trokken, reizen ook vrouwen mee. Ook zij, vrouwen, kunnen daarom met recht en reden gerangschikt worden onder de magiërs, de wijzen die op zoek zijn naar het pasgeboren kind. Hey, even vragen. Heb jij misschien ook iets gezien? Ben jij misschien ook onderweg, op zoek? En als je dat bent, waar ben je dan naar onderweg, op zoek, met jouw wijsheid? Ja, kijk, als we nu gewoon in de kerk zouden zijn, ik bedoel, je weet wel, zo'n kerk
met kerkgangers, waar jij misschien dan ook bent, dan zou ik even rond kunnen kijken en de vraag of je net zoals die magiërs op zoek bent nog iets anders formuleren. En dan zul je zien dat er zeker kerkgangers zijn die iets zouden willen zeggen over hun zoektocht in het leven. Misschien zou iemand beginnen over een goed voornemen. Iets wat je aan het begin van het jaar koestert, in de hoop dat je in 2021 misschien een weg kunt inslaan die je van de vervelende gewoonte die je hebt, een vervelende gewoonte bijvoorbeeld, kan afhelpen. Ja, nou ja, dit verzin ik natuurlijk. Maar het is mijn ervaring dat als zoiets gevraagd wordt in een kerkdienst in gewonere tijden, dat kerkgangers dan dingen noemen waar ik nooit aan gedacht zou kunnen hebben. Het mooie daarvan dus is dat we op zo'n manier van elkaar horen waar je naar op zoek bent. Wat je zou willen vinden. En wat je mee zou willen nemen als geschenk van jezelf op die zoektocht om aan te bieden voor dat wat je gevonden hebt. Is er iemand die je met die zoektocht zou willen eren misschien? Zoals Matthäus vertelt en zoals we hier in de kerk zien dat de wijzen neerknielen voor Maria en haar kind om die te eren. Ja, het mooie van dit verhaal uit het evangelie van Matthäus is dat hierin de gordijnen worden opengeschoven. Matthäus introduceert in dit verhaal vreemdelingen. In het verhaal van de geboorte van Jezus. En die vreemdelingen die komen van ver, helemaal uit het oosten. En ze oriënteren zich op sterren. Ze zoeken naar vrede. Ze zoeken Jezus. Het zijn buitenstaanders die Jezus vinden in een huis in Bethlehem. Dus zouden we in het kader van dit verhaal op deze eerste zondag in het nieuwe jaar tegen elkaar kunnen zeggen: trust your journey. Vertrouw op de zoektocht die je doormaakt. Vertrouw op je eigen levensreis. Doe net als de magiërs uit het oosten. Vraag zo nu en dan eens om advies. Als het nodig is, om raad. Als je er zelf niet helemaal denkt uit te komen. En bewaar dan ook je eigen zelfstandigheid. Bewaar het vertrouwen in jouw zoektocht. Voel je niet verplicht om alles van zo'n advies op te volgen. Trust your journey. Neem dus een voorbeeld aan die magiërs die om raad vragen in Jeruzalem. Die vragen waar de pasgeboren koning kan zijn van wie ze een ster hebben zien opgaan. En die vervolgens, die magiërs, in een droom worden gewaarschuwd om niet via Jeruzalem, via koning Herodes terug te keren. En die daarom een andere route, een andere handelsroute terugnemen op weg naar hun land. Ja, die zoektocht van die magiërs naar die andere koning. Een ander soort koning dan Herodes. Die zoektocht maakt ook duidelijk hoe sterk dat verlangen van die wijze is naar bevrijding. Naar vrijheid. Naar ruimte. We kunnen daarom die zoektocht van die magiërs vandaag opvatten als een ruimhartige uitnodiging. Een uitnodiging om onze eigen levensreis in alle vrijheid voor te zetten. Op zoek naar dat pasgeboren kind. Amen. Thank you.
Laten wij danken en bidden. God van leven, liefde, licht, zo stappen wij van het oude in het nieuwe. En misschien heeft het nieuwe nog steeds heel veel van het oude. En misschien zijn we al blij als het oude verder kan gaan bij waar het was gebleven. En misschien durven we ons niet zo goed aan het nieuwe toe te vertrouwen. Wij weten immers niet wat er komt. God, daarom bidden wij op de drempel van dit nieuwe jaar om heil en zegen. Trouwe God, wij danken u voor uw verschijnen onder ons. In de kleinheid, in de zachte krachten van een mensenkind. Wij danken u voor het licht dat in de ster voor ons schijnt. Iedere dag, iedere nacht. Wij danken u voor het kind dat geboren is. Voor de richting, de weg die hij ons wijst en die hij ons zelf is voorgegaan. En waarom wij ook weer mogen vertrouwen op de ruimte van de weg die we gaan. God, en tegelijk bidden wij als het desalniettemin niks van bevrijding, niks van die ruimte wordt ervaren. Als er geen ster te zien is. Als mensen niet beschikbaar zijn om de handen uit de mouwen te steken, creativiteit en moed en inspiratie je in de schoenen dreigen te zakken. Daarom bidden wij dat uw woorden in ons branden als een glinsterende, inspirerende ster voor hart en handen. God, wij bidden u, laat ons allemaal het licht van uw Zoon zien. Niet onbereikbaar ver, maar licht dat met ons meegaat. In alle verwarrende en moeilijke en verdrietige dingen van ons leven die er soms kunnen zijn. Licht dat ons de weg wijst. Licht dat ons hoop geeft en nieuwe moed. Zodat iets terugkeert van de glans van het leven en wij durven te vertrouwen op onze levensreis. God, en vanmorgen bidden we u in het bijzonder voor wie de weg kwijt zijn. Mensen wie leven is vastgelopen. We kennen ze om ons heen. Nieuw jaar, nieuwe dagen, ze voelen het niet. Ze kunnen het niet voelen. Het licht kan niet binnenkomen, om wat voor reden ook maar. Daarom bidden wij dat uw woorden in ons branden als een glinsterende, inspirerende ster voor hart en handen. God, en we bidden u voor onszelf. Als we niet weten welke kant het op moet met ons leven. U kent ons, u weet de dingen waar we met niemand over kunnen praten. De dingen die ons in verwarring kunnen brengen, bang kunnen maken of moedeloos. U weet hoe we vast kunnen zitten, zodat er geen uitweg meer lijkt te zijn. Daarom bidden wij dat uw woorden in ons branden als een glinsterende, inspirerende ster voor hart en handen. God, wees dan aanwezig. Laat er inderdaad een weg zijn waar we op vertrouwen. Help ons om in het lichtende spoor van Jezus te komen. Dat uw woorden in ons branden als een glinsterende, inspirerende ster voor hart en handen. God, en wij bidden voor wie in onze samenleving op onze wereld grote verantwoordelijkheid dragen om te besturen, om zorg te verlenen in een wereld waar nu een pandemie heerst. Wijst u alstublieft de weg om te gaan. Help onze wereld weg uit de spiraal van zoveel ego's, zoveel mensen die elkaar haast niks kunnen gunnen. Op weg naar uw vrede. God, dat uw woorden in ons branden als een glinsterende, inspirerende ster voor hart en handen. Wij bidden, laat stralen, de stralen van uw koningster over alle mensen, over ieder ziekbed, licht uit de hemel, over de aarde en onze aardsheid opgaan. Door hem, Jezus de Messias, onze Heer. Amen.
Laat de goedheid van de Eeuwige je dragen. Vrede voor jou hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden. Jij met je last, verborgen pijn, vrede, genade, God om je heen. Vergeving, nieuwe moed voor jou en iedereen. Amen.